Donderdag won NEC in de beker van Cambuur. Ondanks dat er een aantal vaste basisspelers niet meededen, werd het 1-2 in Leeuwarden voor NEC. Nou ja, dat was een bevestiging van wat ik al vaker heb gezegd. Hè, dat we spelers hebben die ook het in kunnen vullen en het niveau hebben om te spelen. Dus dat is heel fijn en met name ook voor die spelers zelf. En dat geeft een lekker gevoel, ja. Ik denk eerste helft goed, veel energie. Tweede helft denk ik dat je ook gewoon nog goed begint. Alleen dan na die goal, ja, ik weet niet, dan sluipt er iets in. En dan houdt Cambuur iets langer de bal en krijg je het wat moeilijker. Maar uiteindelijk hebben ze niet echt mega grote kans gehad. Vooral op het einde van de wedstrijd, ondanks dat je niet beter was of zo. Maar ik had niet echt het gevoel dat ze er nog één zouden scoren. Goed startte weer in de basis en speelde een goede wedstrijd. It was a good match, a tough one, because we had a good opponent against us. And as I said, we scored on the first minute, so this was great for us, for the feeling. But the match has 90 minutes, so we need to play until the end. And in the end of the game, they made pressure. It was tough, but we're happy we were rough back there and we didn't let them score, so we're happy about the victory. Cambuur kwam terug op 1-2 en dan wordt het toch weer even spannend in die laatste minuten. Nee, je bent natuurlijk niet zo bezig met dat moment in de wedstrijd, omdat je ook aan het coachen bent. Maar dit is ons vaak gebeurd, dus dat is wel logisch dat het speelt. Alleen, ja, ik denk dat je gisteren ook weer hebt gezien dat je dat voor kunt zijn door het eerder te beslissen. En wat ik al zeg, dat is iets wat we moeten verbeteren en proberen verbeteren. Nu gelijk de focus op Go Ahead. Die wedstrijd staat voor zondag op het programma, waarbij 3 punten erg belangrijk zijn. Ja, je hebt drie opties volgens mij. Hè? Dat is 3 punten, dat is 1 en 0. En we zullen die wedstrijd aangaan om 3 punten te halen. En dan zullen we zien in de wedstrijd wat het brengt. Alleen, ik hou niet zo van dat soort dingen. Zondag om 2:30 wordt er afgetrapt in de Adelaarshorst. Go Ahead NEC, natuurlijk ook weer live te volgen bij RN7.